De lichamen van de vier slachtoffers van de schietpartij op een Joodse school in Toulouse zijn naar Israël gevlogen. De drie schoolkinderen en de rabbijn worden in Jeruzalem begraven. Nabestaanden en vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap in Frankrijk vlogen mee. Ook de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Alain Juppé, is afgereisd naar Israël. Hij gaf samen met de Israëlische president Peres een persconferentie. L'expression de tout le monde français, le président Sarkozy, était pour nous vraiment un voix émouvant, très cher, très important. Pour nous, comme un État juif, pour nous, comme Israël, un État qui est toujours menacé, et spécialement parce que les enfants sont la chose la plus chère que nous avons. Et le terreur est la menace la plus grande que nous confrontons. De Franse politie voert ondertussen onderhandelingen met de vermoedelijke schutter, die heeft gezegd zich over te willen geven. De 24-jarige Fransman wordt niet alleen verdacht van de aanslag op de Joodse school, maar zou ook verantwoordelijk zijn voor de dood van drie paratroopers.